Rick en Alice gaan met opa mee een wandelingetje maken in het dorp. En wanneer ze voor de kapperszaak komen, daar ligt het trottoir bezaaid met gladde glasscherven. De buurvrouw staat er en die zegt dat ik wil het hier wel een beetje netjes hebben. Op de muren van de gang staan bloederige vingerafdrukken. De vloertegels van de keuken zijn bezaaid met bruine spatten. Bloed, zegt de vrouw. En kijk mijn mooie tapijt eens. Ik krijg de vlekken er nooit meer uit. Alice. Dat is toch niet zo erg? Het is toch al een rood tapijt. De vrouw kijkt boos. Ze vindt het wel erg. En ze wil dat iedereen met haar medelijden heeft. Ik zal jullie vertellen wat ik heb meegemaakt. Ik ben benieuwd of jullie dan nog zullen zeggen dat het niet erg is. 2 nachten geleden liepen 2 dronken soldaten door de straat. Ze bleven bij de kapperszaak staan, bonsden op de deur. De kapper kwam niet. En toen hebben ze het raam ingeslagen met de kolf van hun geweer, naar binnen gekropen. 1 heeft zich gesneden, maar de kapper stond hen op te wachten met een scherp mes. Ik hoorde 2 maal schieten en daarna kwamen ze hier aanbellen. Ik dacht dat mijn laatste uur geslagen had. Ik liep snel naar beneden om open te doen, anders zouden ze bij mij op de deur intrappen en mij doodschieten. En als ik open deed, zouden ze misschien mijn juwelen, mijn mooie spullen meenemen en mij laten leven. Keuken, riep de soldaat die niet gewond was. En hij dwong me om naar de keuken te gaan, om die gewonde soldaat te verzorgen. Zijn diepe snijwonden aan zijn handen, zijn armen en boven zijn wenkbrauw gaapte een grote snee. Het bloed liep over zijn ogen tot in zijn kraag. Zijn vriend nam het broodmes uit de lade en zwaaide ermee. Ik dacht dat hij mij wilde doden, maar hij wilde me alleen laten zien hoe de kapper zijn vriend aan het hoofd had verwond met een kappersmes. En de gewonde soldaat die gilde als een varken toen ik het ontsmettingsmiddel op de wonden deed. Hij sprong boos overeind. Hij zei dat ik het met opzet deed, dat ik hem wilde vermoorden. Gelukkig kon die andere hem kalmeren. Het was erg, overal bloed. Mijn handen en mijn ochtendjas zaten helemaal onder het bloed. Toen de buurvrouw zo aan het vertellen was, kwam gelukkig de rentmeester van het kasteel voorbij. En die zei tegen opa, hey, kom eens naar hier. Hij kende de buurvrouw en wist dat er elke keer als ze het verhaal vertelde, er bloed meer aan te pas kwam. Dat is een tamelijk lang verhaal ook weer. Maar ik ga er toch een tipje van de sluier lichten. Mijn grootmoeder had iemand gevonden die brieven verzamelde en die dan oversmokkelde naar Nederland en van Nederland naar waarschijnlijk naar Engeland ofwel langs de zo van Nederland uit achter het front, maar meestal gingen ze via Engeland nog. Dus die werden dan gestuurd naar adressen in Nederland. Je kunt het misschien zien, meneer De Bruin in Harderwerk. Ja. En zo waren er nog 3 andere adressen. En zij moesten dan schrijven, mijn grootmoeder of de ouders, schreven dan alsof dat hun familie was. Want dat was helemaal geen familie. Maar het mocht niet voorkomen alsof zij naar een soldaat achter het front schreven. Dus het waren een paar onnozele nieuwsjes, maar waar men tussen de regels door kon lezen waar het op aankwam. En ze gingen dan ook in de omgekeerde richting, kwamen die brieven dan ook weer terug. Maar het zijn vooral brieven die hij in het front heeft aangekregen, mijn grootvader in het front, die bewaard zijn. En die zie je nog tegen die houten deur. Die zijn allemaal met een punaise tegen die houten deur geprikt. En de foto's die we dan teruggekregen hebben, in de meeste zit ook nog altijd zo'n roestig gaatje van die foto's. Maar als u daar meer over wil weten, zou ik zeggen dat u zich best kan abonneren op het tijdschrift van Brescata. Dat is een heel mooi tijdschrift. En daarin verschijnt in november, het artikel Foto's met een gaatje. Foto's met een gaatje. Ja. En dat heb ik geschreven voor het tijdschrift van Brescata. Een heel mooi tijdschrift, echt wel de moeite. En ik ben blij dat ik
in zo'n mooi tijdschrift iets heb mogen publiceren. Dus, en daar staat heel veel in over de foto's. Er staan ook veel meer afbeeldingen in. De achterkant van de foto's. Dus. Ja. En voor de geïnteresseerden, er zijn postkaarten te koop. Er zitten er 11 in zo'n pakje en die kunt u aankopen tegen 2 euro. Een laatste vraagje. In het hoofdstuk Waar blijft de meester vernemen we de familienaam van Albert Bilsen. Is dit een bewuste verwijzing naar oom Biljouw of is dit een vergezochtheid hier? Nee, het is duidelijk een verwijzing naar Albert Biljouw. Maar ja, Biljouw is ook al zo'n een lange naam. Maar ik deed het vooral ook om het weer niet toe te pinnen op één persoon, één bepaalde familie, één bepaalde situatie. Vandaar dat ik de naam Bilsen genomen heb. Ik kijk zo wel eens in mijn vriendenkringen. Ja, een van mijn vriendinnen heet Bilsen. Ik dacht, oké, goede naam.